As van James Bay. En ook Nico en Vince op 3FM. Am I wrong? Mathieu. En niet alleen Mathieu vannacht, maar ook Colin Hoeven. Ja, je bent nog steeds even in de studio. Omdat... Ik ga maar niet weg, hè? Nee, nou ja, goed, het is alleen maar fijn. Want gewoon een hele grote uitdaging vannacht. Ja. Alhoewel, voor jou... Nou, wij valt nog mee, hoor. Het gaat jou heel gemakkelijk af. Want wat zijn we aan het doen? Jij kan, als iemand een onderwerp geeft voor een liedje... jij bent singer-songwriter voor de duidelijkheid. Jij kan gewoon dan binnen 5 seconden dat liedje maken. Ja. Dat is het hele idee. Ja. En net hadden we al Jeroen aan de lijn. En nu gaan we naar Annemieke van 20 jaar, die ook een idee heeft. Hallo. Hallo. Annemiek. Hoi. Hoi. En jij hebt ook een idee voor een liedje voor Colin, toch? Ja, klopt. Vertel. Nou, een beetje een zwaar onderwerp, maar... Maakt niet, hè? Geeft niet. Ja, zeg maar, het idee van een depressie. Ja. Maar dan, niet heel zwaar of zo, maar dat je toch wel een beetje gewoon het soort van je dagelijkse leven doorgaat. En, maar dan voornamelijk aan de oppervlakte, zoals zodra je alleen bent of zo. Of dat het dan meteen ook heel donker is en alles leeg en zo. Uh-huh. En dan wel uiteindelijk dat het nog wel doorgaat naar een soort van herstel. Dat je toch denkt, oh, het gaat wel beter, het is allemaal makkelijker. En dat je een soort van meer het lichter soort van erin krijgt. Oké, okay, ja. Dat lijkt ja. mij een heel, heel mooi idee. Ja, dat lijkt mij ook. Dat herstel, komt dat vanuit die persoon zelf? Of komt dat van buiten? Dus wordt hij geholpen of is het gewoon iets wat... Wel geholpen, ja. Oké. Okay. En wil je dat ook benoemd hebben? Op wat voor manier benoemd? Ja, nou, dus dat je dan eigenlijk... Dus dat je, want je kan zo'n liedje kun je op verschillende manieren doen. Je kan het vanuit die depressieve persoon doen. Je kan het omschrijvend doen. Of je kan het vanuit het gevoel van die depressiviteit doen. Maar als je het vanuit die persoon doet... Dan kun je natuurlijk ook denken van... Nou ja, dat die mensen ook bedankt of whatever. Dat kan. Maar misschien moet ik het gewoon een beetje openlaten. Zo, maak er iets leuks van. Ja. Hey, Annemiek, ik heb nog wel één vraag aan je. Ja? Je komt niet zomaar met zo'n onderwerp natuurlijk, of wel? Nee, klopt. Wil je iets van de achtergrond achter dit idee nog vertellen? Of het... Nou ja, het is wel een beetje mijn verhaal. Ik ben alleen nog maar net begonnen, zeg maar, aan het herstelproces. Oké. Waar ben je van aan het herstellen? Nou ja, ik heb dus ongeveer zo'n... Waarschijnlijk zo'n 5 jaar al een depressie. Maar dan pas deze maand met een behandeling begonnen. Okay. Dus ja. Vandaar dat het zo in mijn hoofd kwam. Hey, en is muziek voor jou dan een manier om dat een beetje te vergeten allemaal? Ja, soms wel. Ja, Colin ik is... vind dat wel vaak goede afleiding. Colin is je man dan bij deze? Yes. Ik ga mijn best doen. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. En mag deze wel in het Engels? Ja. Dat lijkt me mooier. Ja. All right. Mij ook. I'm asking questions, but no one knows the way. I keep my tears in my pockets. Where they'll stay hidden, and no one ever knows how I feel. But it's so real. I feel the sunlight, but I can't see the rain. I hear the songs of the birds, but it seems they're different. They don't match in their refrains. They're just so sad. Oh, yes. All their songs go to my head. Won't you let go of what you believe in? 'Cause it's never true. Oh, the darkness is harsh. Won't you take on the that you needed so long, so long. And
I keep walking in the darkness. Well, I have a choice to see the light, but I don't really want to share this with anybody now, so I choose to hide. But when this battle's finally over, I know how strong I can become. But I think I need some assistance, 'cause I know I'm not the only one. Oh, let go of what you believe in. Maybe it's all. Start seeing the sunlight again, again, again. Let go of the darkness inside me. Let go of what's on my mind. Take flight and let guide me. For one moment, you might think you're not worth all this, but maybe if you just try and trust me, you'll see all that's good inside of you, you'll see. So take my hand and I'll set you free. Take a walk from your darkness, and then you'll see the sun. Ja, dit is niet normaal, joh. Dit is echt ongekend. Colin. Oh. Ah, maar dit is, het zou zo al jaren gewoon op plaat kunnen staan. Zo klinkt het niet. Het is zo gek. Ja. Heel vet. Annemiek. Ja. Yeah. Wat vond je ervan? Heel mooi. Nou, fijn. Tranen in mijn ogen ervan. Dan heb ik mijn werk goed gedaan. Ja, dankjewel. Ik heel graag mensen aan het huilen, maar dan op een goede manier. Ja. Succes, hè? Dankjewel. Succes, gaat goed komen. Doei! Dag. Is er nog? Oh, ze is al weg. Ja, jeetje, ik ben even helemaal van me apropos. Kun je dat voorstellen? Of... Nee, ik moet ook even landen, hoor. Want, Ik ben even ook soms op een ander plekje als ik muziek maak dan. Ja, maar ja, ook zo als iemand gewoon echt met zo'n fucking serieus onderwerp komt. Ja, nou weet je, maar dat vind ik dus wel het toffe aan dit. Want ook met die recordpoging toen in 2014, 105 liedjes schrijven en alles kwam langs, weet je wel. Dus ik was toen opgesloten in een kamer. Toen kwamen mensen eerst van de Rotary kwam langs. Die wilde een leuk liedje voor de Rotary. Hè, een jolig liedje. En er bleef een van die mannen bleef hangen en die zei, ja, ik wil ook wel een liedje. Maar ja, mijn zoon is overleden toen hij 16 was. En dit is zijn naam en hij zette altijd een tag, zette die neer. En dus toen dacht ik, ja, daar maak ik een liedje over. En die man die brak ook echt voor mijn ogen helemaal door midden. En dat was liedje nummer 36, weet je wel. Dan moet je daarna moet je gewoon door. Ja, jezus, ja, dat is echt... Ja, maar het is wel heel tof om, weet je, mensen, net zoals nu met Annemiek... Mensen laten je dus door muziek super dichtbij. Hoe vet is dat? Dat mensen zich kwetsbaar op durven te stellen... en gewoon hun verhaal vertellen en dat ik daar dan muziek van mag maken. Dat is toch kicken? Ja. Ja, te gek. Dat is die liefde, dat delen we absoluut allebei. En dat muziek is ook gewoon echt een medicijn, weet je wel? Zo, zeker weten. Voor alles. Ja, ik heb een tijdje terug, dit is een heel tof project. Als mensen muziek kunnen maken en je wil iets bijdragen... zoek op de Bedside Buskers. Dat is in Deventer begonnen, het Deventer ziekenhuis. En die gebruiken muziek als medicijn. Dus dan kan je opgeven als muzikant... En dan ga je daar kosteloos daarheen om te spelen. En dan ga je dus langs zieke mensen. En dan ga je gewoon liedjes spelen voor ze. Ik zat op de oncologieafdeling. En ik zat naast mensen die een chemokuur binnenkregen. Zat ik liedjes voor ze te zingen. En dan voelen ze zich even wat beter. En jij ook daardoor? Ja, natuurlijk. Ja, weet je hoe vet? Ja. Nou ja, het is natuurlijk wel heel zwaar om dan mensen te zien die het rot hebben. Maar hoe vet dat jij met wat je kan doen mensen zich beter kan laten voelen. Je geeft ze een lichtpuntje inderdaad. Ja. Dat is zo mooi met muziek.
Goh, hè? Nou, ik ben weer even... Het is, ja, ondertussen is het ook gewoon een nacht en weekend. Maar ik ben... Ja, ja ik ben... Ik ben even helemaal... ja, goed. De muziek is ook opgehouden, man. Het is echt ongekend. Ja. Hey, Colin. Ja, we moeten toch een beetje eind aanbreien. Geen probleem, man. Ik wil jou onwijs bedanken voor vannacht. Ja, heel graag gedaan. Vond het super tof. 21 juni komt de nieuwste single uit. En ja. Ja, eind dit jaar dus een heel album. Ga hem checken, Colin Hoeven. Dankjewel, man. Graag gedaan. Ja.